We gingen met twee boten van Drimmel op en aan. En die waren vol met medicijnen afgeladen. En die zouden we naar Werkendam brengen. En we hoorden op een gegeven moment schieten in de wievers. Nee, dat gaat niet goed. Dus we draaiden om terug te gaan. En toen kwam de motor gewoon nog steeds dichterbij. En ineens beginnen ze schieten. Dus wij, dus zo gauw snel mogelijk naar de wal. Uit de boot gesprongen, vastgelegd. Achter de dijk gaan liggen. En de Duitsers voeren verder. En een tijdje liggen wachten en toen hoorden ze weer een motor geronken. En toen kwamen ze terug. En toen gingen ze schieten over de dijk heen zo. Dus wij lagen achter die dijk. En ze gingen verder. En we kwamen achter de dijk vandaan en de boot weg. Die hadden ze gelijk meegepikt. Nou, toen zat op een eilandje. Ja, wat nu? Ja, overzwemmen, dat is de enige mogelijkheid. Dus we hebben ons kleren aan het water, laars aan. En toen ben ik mijn kamp verdronken. Toen stond mijn maat, die was iets voor me en die kon staan. En die zei, pak mijn hand. Dus ik kon net zijn hand pakken. En daar hebben we mensen overgebracht die gezocht werden. We hebben veel medicijnen overgebracht. Van bevrijd gebied naar bezet gebied. Dat heeft ook een heleboel mensen het leven gered. Dat waren geen medicijnen meer. Die had ook angst hoor, met crossen. Het was niet zo dat je dat zomaar deed. Overleef je het of overleef je het niet? Je deed het omdat je dus niet tegen ongerechtigheid kan. Je kon er niet tegen. De Duitsers hadden hier niks te zoeken.